Hier. Goedemorgen, het is dinsdag en ik heb hier een klein meisje met best wel veel buikpijn naast me. Dus we blijven voor nu even thuis, even afwachten of het gewoon iets is wat even in de weg zit en daar ik weer over is of dat ze ziek is. Ze heeft in ieder geval geen koorts of zo, dus verder niet misselijk, ze heeft gewoon buikpijn. Dus even verplicht heel veel knuffeltijd en dadelijk even afwachten. Nou, Sarah voelt zich wel iets beter, maar nog niet helemaal lekker. Dus dan maar flink het huis door. Ik ben nu allemaal wasjes aan het wegdraaien. Ik denk, dan heb ik in ieder geval allemaal was dadelijk weg. Dus dat even nu de wasman naar boven brengen en even sorteren en dan een wasje aanzetten. Ik sorteer mijn was trouwens altijd zo. Dat vind ik echt ideaal. Want dan is de grond gewoon vrij. En je ziet ook gelijk van welke was je heel veel hebt en welke je wilt draaien. Ik ben trouwens ondertussen ook een video aan het rennen, maar het duurt zo lang. Gewoon nog meer dan 3 uur. En ook gelijk maar even strijken. Sarah voelt zich gelukkig alweer een stukje beter. Dus we gaan even een spelletje doen. En dan had ik deze, is eigenlijk zeeslag, maar deze heet Schot voor de Boeg. Die heb ik echt al zo lang. Oké, we hebben onze bootjes geplaatst. En ik ga beginnen zodat Sarah weet hoe het werkt. Nou zeg ik E5. Dan ga je kijken op de E en de 5 samen. Als je die bij elkaar doet, zit daar een pinnetje. Dan zeg je raak en anders zeg je mis. Doe je vingertje boven de E en naast de 5. En als die bij elkaar komen, welk vakje is E5? Ja. Raak. Raak. Ik heb E5, die heb ik raak. Dan mag jij wat zeggen. Dan moet je proberen bij mij wat te raken. Dan moet je hier kijken. Nou, je kan nu nog alles zeggen. Eerst een letter en dan een cijfer. A3. A3, mis. Mag je een groen lekker plaatsen. Op A3, oké. Okay. Dan ben ik D5, zeg ik. Dus in het rijtje van D, de 5e. Zit daar iets of niet? Nee. Nee, heb ik mis. D5 heb ik mis. Mag jij weer iets zeggen? Oké, okay, ik zeg F5. In deze kijken. Weet je nog de letter F? Ja, de F. Ja, en dan het 5e vakje. Daar staat ook ergens een 5. Ja, raak. F5 heb ik raak. 2G. 2G. Raak. Is dat 2G? Wat is jouw G? Hier is in het midden. Hier. Hier, dit daar, ja. Nee, het was 2. Ja, 2. Moet je wel bij de... Ja, heel goed. Oké. Okay. Nee, ik heb ook meer raak. Nou, als ik niet de blauwe boot heb geraakt hiervoor op 5 E en F, dan klopt er iets niet. Want ik heb er 2 geraakt naast elkaar. Dus dat moet dan toch blauw zijn? Nee. Luister. Welke kleurboot heb ik dan geraakt op E en F? Je hebt de groene. Maar die is 5 dingetjes lang. Dan wordt die toch in een rijtje, maar maakt niet uit. Maar hier is juist, kijk, hier is de F en de E, hier zit de boot. Oké, okay. Nou, doe jij maar. Ik kies F6.
Niet deze kijken, hè? F6. F, de onderste. F6? Ja. Mis. Mis. Oké. Attentie. Waar zit je? 1 C. Raak! Oeh, jij bent een schip aan het raken, helemaal. Dan ben ik... Ik zeg F, E, 6. Mis. Mis. Ik ga voor... 2. Hm? 2? Ja. Van Natasja? Ja. Je raak. Ik ga beter. Oh, je gaat heel goed. 2. En nou kies ik F1. Mis. Mis. Je weet dat ze wel schuin zijn, hè? Ja, soms wel. Maar? Ja, hebt ook schuin hoor. F1 is mis. Oké. Okay. Ik ga voor G6. Raak. Het is niet te gewonnen. Je hebt gewonnen! Zo mega vervelend trouwens. We zouden een pakketje krijgen en dat zie je vandaag. Kijk hoe laat het al is. Gewoon nog steeds niks. Poffertjes tijd. En ik moest natuurlijk een sesamstrapbord. Het is 7:05 en het pakketje is binnen. Hier, ik heb hem al een stukje voor je open gemaakt, want dat ging een beetje moeilijk open. Wat is dat? Mijn teddy's. Je teddy's, geef maar. Even. Laat het eens zien. Die wilde je zo graag, hè? Sorry, mijn stem valt er van weg. Hé, hey, doe hem eens aan. Laat hem eens zien. Laat het er nog maar heel even aan. Dan gaan we eens kijken of die past. Oh, je komt steeds dichter bij me. Oh, kijk nou. Er zit een armbandje bij. Dat doen we zo wel. Is je jas? Ik wil hem zien. Ik ben heel benieuwd, want ik twijfelde tussen de 110, 116 en 122, 128. Even naar achter. Hij is een beetje groot. Maar goed, het is nog geen winter. Hij is wel cool. Je bent wel echt een diva in je jas. Kijk. We zaten net weer heel gezellig lied te kijken en nu zit ik er helemaal in. Maar we kijken dat dus met z'n allen. En Sarah ligt op bed en Marco is de deur even uit. Dus dan kan ik niet verder kijken. Maar ik ben nog een andere hele leuke serie aan het kijken, Dynasty. En we hebben net poffertjes op. En daar had ik echt zo'n trek in al 2 dagen. En het was ook echt heel lekker. Maar ik vind het niet vullend. Dus ik heb gewoon nu alweer honger. Terwijl we hebben nog geen 2 uur geleden gegeten en ik heb echt veel poffertjes op. We hebben weer de Madeleine McCann documentaire gekeken. En ja, ik blijf me gewoon verbazen als ik het kijk hoe dat kan. En dat er gewoon mensen zijn in de wereld die dit soort dingen doen. Maar daar ga ik niet een heel lang verhaal van maken. Wat ik wel ga doen is mijn bedje in. Marco is aan de boven. Dus ik ga ook lekker slapen en dan zie ik je morgen. Doei doei!